Oké, dus jij bent op zoek naar een videobewerkingsprogramma zonder dat het jouw geld kost. Dat kan. Ik heb er 5 gevonden die je kan gebruiken. Yo, dit is Maarten van TechTime en tof dat je kijkt naar deze video. Ik zag al een paar keer in de reacties voorbij komen dat jullie je afvragen welke gratis videobewerkingsprogramma's er allemaal zijn. Je kan wel zwaar richting de piraterij gaan, maar dat gaan we in dit geval niet doen. Want het blijkt dat er gewoon 5 volledig gratis goed werkende programma's zijn. Dus niks qua cracks en weet ik veel allemaal wat, maar gewoon recht toe recht aan, out of the box. Hele goede software. Maar ben je benieuwd welke tools ik allemaal heb? Drop even een duimpje omhoog. Zorg ook voor dat je geabonneerd bent. En ken je toevallig ook iemand die op zoek is naar een gratis video-editprogramma? Deel deze video dan ook vooral mee. En ik ben ook heel benieuwd welk programma jij van deze 5 zelf zou gaan gebruiken. Oké, we beginnen met het eerste programma en dit is Lightworks. En Lightworks is eigenlijk op zich een best wel uitgebreid programma. En ze claimen ook dat het momenteel ook wordt gebruikt in de complete filmindustrie. Ja, dat kan iedereen wel zo'n beetje zeggen, maar het is een compleet gratis programma. Basis editen is met dit programma zeker ook mogelijk, alleen er zitten wel gelimiteerde functies aan. Wil je nou exporteren hoger dan 720p, dan moet je gaan upgraden naar de Pro variant. Maar maakt het voor jou niet uit en blijf je lekker op 720p, dan is het op zich wel een prima programma. Je kan eigenlijk alle basistaken zeker mee gaan doen. En je hebt natuurlijk ook nog even een tijdlijn waar je lekker mee los op kan gaan. En natuurlijk ook, heel erg handig, is dat je ook meerdere lagen heeft. Dus wil je nou bijvoorbeeld een paar video's in elkaar laten overvloeien, of bijvoorbeeld een titelkaart gaan toevoegen, of even wat extra effecten in beeld laten komen, dan is dat mogelijk. En daar is dit programma dan ook zeker geschikt voor. Ik moet wel zeggen dat het ook een van de meest gelimiteerde programma's zijn van dit lijstje. Maakt het voor jou niet uit, dan is het op zich wel een interessante optie. En anders is een van de andere opties ook wel aantrekkelijk voor je. Hij heeft even ook nog geen support om gewoon lekker makkelijk te trimmen. En je kan er ook nog eens multicam gebruiken. Dus als je nou meerdere camera's hebt met meerdere standpunten, dan kan je alles heel mooi met elkaar synken en lekker met multicam gaan editen. Dus dat scheelt ook weer. Alleen, het programma is, zoals ik al aangaf, ontzettend gelimiteerd. Het is niet mijn favoriet, maar het is wel een optie voor je. Het tweede programma wat we hebben is Shotcut. En Shotcut is ook een behoorlijk uitgebreid programma die je kan gebruiken, zowel op Windows, Linux als macOS. Je hoeft ook niet te betalen voor allemaal extra functies. Het biedt recht toe recht aan gelijk alle functionaliteiten die je echt nodig hebt om mee te editen. Hij heeft ook nog geen support voor 4K HD video. Dus heb je nou bijvoorbeeld een van de nieuwste telefoons of een wat duurdere camera die 4K filmen ondersteunt, dan kan je hier ook zeker mee gaan editen. Ook al exporteren ben je ook niet gelimiteerd. Je kan dus ook in hogere resoluties gaan exporteren. En ondertussen is het gewoon een heel leuk editprogramma om te gebruiken. En weet je nou niet hoe je precies moet editen met dit programma? Maak je dan geen zorgen, want er is ook een complete bibliotheek met uitlegvideo's. Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe een bepaalde functie werkt. En ben je nou net een beginner met editen, is dat ook heel erg handig om te hebben. Maar ja, dan is ook weer zo'n punt. Stel je bent nou een beginnende editor, dan kan je best wel snel gaan verdwalen in de functies die dit softwarepakket ook heeft. Maar maakt dat voor jou niet uit, dan is het alsnog wel een hele interessante optie. Het is dan wel zo dat het qua looks heel erg weggeeft van de programma's voor Linux. En dat klopt ook, van oorsprong is het programma ook puur gemaakt voor Linux. Dus qua grafisch is het niet heel erg super, maar op zich is het qua functionaliteit toch wel goed op orde. Alles eigenlijk wat je mee wil gaan doen voor een beetje basis video editen, met een paar leuke functies erbij, is hij dan ook aanwezig. En dat eigenlijk voor alle drie de platformen. En dan het volgende programma en dat is HitFilm Express. En HitFilm Express is ook een super uitgebreid programma waar je lekker mee aan de slag kan met het editen van jouw video's. Qua HitFilm Express lijkt het heel erg op Shotcut. Je kan er gewoon alles mee doen wat je wilt. Hoge resoluties gaan editen is ook geen enkel probleem. En hoge resoluties ook gaan exporteren is ook een mogelijkheid. Wat dan wel ook een heel groot voordeel hiervan is, is dat als jouw video klaar is, dat hij hem gelijk naar YouTube kan uploaden. Hoef niet even in één keer naar de Creator Studio te gaan om even alles nog even te uploaden, maar dat kan je gelijk al doen vanuit het programma zelf. Scheelt ook weer, er wordt ondertussen alvast online gegooid, terwijl de video net is geëxporteerd. Waar HitFilm Express ook ontzettend in uitblinkt, is dat het een behoorlijk stabiel programma is en dat hij ook ontzettend veel effecten heeft. Op dit moment heeft HitFilm Express maar liefst meer dan 180 effecten en dat eigenlijk voor een compleet gratis toeltje. En dat is best wel handig. Stel je staat voor een greenscreen, dan is het met dit programma alsnog mogelijk om die achtergrond compleet weg te knippen. HitFilm Express is juist meer een video-editprogramma voor degenen die weten hoe ze moeten editen, maar dan net even iets meer effecten nodig hebben, maar dan ook op zo'n manier dat het niet in één keer
te veel wordt. Oké, en heb je totaal geen kaas gegeten van video editen en je zoekt alsnog een leuk programma om bijvoorbeeld even je vakantiefilmpjes even te knippen of eventueel zo te plakken tot één hele grote video, dan heb je daarvoor ook een optie, OpenShot. OpenShot is geschikt voor Linux, Windows en ook voor macOS. En het is echt super gebruiksvriendelijk, maar wel gelimiteerd qua functionaliteit. Het is gewoon letterlijk drag and drop. Dus je pakt je gewoon je video, sleep naar de tijdlijn, muziek, sleep er ook eronder, een paar aanpassingen maken en je video is eigenlijk al klaar. Het is super eenvoudig gemaakt. Ken je toevallig nou het programma iMovie, dan zal heel veel functionaliteit je ook herkennen. Al is het hier wel zo dat deze wel ongelimiteerd aantal lagen heeft, zoals video als ook audio. Dus heb je nou heel veel effecten die je eroverheen wil gaan gooien, dan is dit hier alsnog mogelijk. Alleen, het is niet heel uitgebreid. Het is heel erg basic en ik denk eigenlijk dat dit meer een programma is die ook echt voor de start te zijn. Wil je nou bijvoorbeeld alsnog een hele leuke titelkaart maken, dan is dat natuurlijk mogelijk. OpenShot heeft daar een complete bibliotheek voor. En eigenlijk is het gewoon een heel leuk instapprogrammetje om jouw eerste video mee te gaan editen. Ja, en dan nummertje 5 en dat is DaVinci Resolve. En mocht je al wat langer in de video-edit wereld zitten, dan ben je wel bekend met dit programma. DaVinci Resolve was van oorsprong eerst een compleet color grading programma, maar het is nu een complete video-edit programma geworden en het is heel erg uitgebreid. Sterk nog, ben je net begonnen met het maken van video's, dan kan je wel zo DaVinci Resolve gaan proberen, maar het is zo ontzettend uitgebreid. Daar staat dan wel tegenover dat het wel een super stabiel programma is, vergeleken met andere editprogramma's die op dit moment heel populair zijn. Maar DaVinci Resolve is hier dan ook super goed mee. Stel je hebt bijvoorbeeld een camera en je filmt in een apart profiel, zoals bijvoorbeeld deze video. Nu ziet het er op zich best wel plat uit. Maar met DaVinci Resolve kan je dit compleet gaan color graden. En andere softwarepakketten bieden deze functionaliteit nou niet of amper. Dus als je nou gebruik maakt van een aangepast profiel, dan is DaVinci Resolve zeker geschikt voor. Eigenlijk wordt DaVinci Resolve gezien als de concurrent voor Magix Vegas en Premiere Pro. Ik denk eigenlijk persoonlijk dat ik dit programma eerst ga uitproberen als vervanger voor wat ik nu momenteel gebruik. En dat is momenteel Premiere Pro. Dus zo gezegd, je hoeft niet per se geld uit te geven voor een licentie voor een softwarepakket. Er zijn voldoende gratis alternatieven beschikbaar om jouw eigen YouTube video's mee te gaan editen. Nou ja, zo gezegd, je kan er alles mee doen wat je wilt, al is het bij sommigen wel gelimiteerd. Het grootste voordeel hier wel, is dat al deze editors geen irritante watermerk gaan plaatsen, of dat hij maar bijvoorbeeld 30 seconden gaat exporteren. Dat scheelt wel even. Er zijn dus zo gezegd opties genoeg en ik hoop dat jij iets aan deze video gehaald hebt. Is dat zo het geval? Beloon me even met een duimpje omhoog, zorg ook voor dat je geabonneerd bent. En laat mij ook even weten welk programma jij zelf nou zou proberen. Ga je nou voor de eenvoud van OpenShot of wil je nou het uitgebreide van DaVinci Resolve? Laat mij gewoon even weten in de reactie beneden. Of gebruik je momenteel een ander programma, dan ben ik daar ook super benieuwd naar. Ik wil je ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Bedankt voor al je support en ik check je heel graag vrijdag weer bij een gloednieuwe video hier op TechTime. Zoals altijd zeg ik dan weer, tot techs!